broeikaseffect. Moet daar nou weer mee? Dit is ons Brabantse land. Ons land van boerderijen, een schone lucht en van de piwis. De Crash Test Piwis is een raceteam van het ruige soort. De piwis is een slag apart. De piwis hebben zo hun eigen kijk op de dingen en hebben besloten om grote problemen van de wereld te lijf te gaan. Niet zomaar, maar op z'n piwis. Want hoe ik het ook bekijk, autorijden hoort erbij. Piwi Petertje komt naar de autosloop van Wally en ons mam. Tussen de bergen van oude wagens en onderdelen, daar voelt een piwi zich thuis. En een piwi begrijpt niet waarom mensen zo zaniken over het milieu. Voor elk probleem is toch een oplossing. Even nadenken. Zeggen nou dat hier net van de zomer ook maar de koeien mooi niet buiten lopen, want de broeikaseffect en dit en dat. Als ze dat opvangen, dan kan dat op rijden op de gassen van de koei. Ja, dat moet toch maar gemakkelijk. Ja, het zo... Ja, dan kon je staan op stroom bij elkaar. Jo, genoeg gezeverd. De piwi-test. Weg met dat broeikasprobleem. Hoe gaat de piwi dat doen? Test 1. Van kunstmest krijg je zure regen. Van zure regen krijg je broeikaseffect. Weg met die kunstmest dus. De piwi heeft gehoord dat je er dingen mee op kan blazen. Test 2. Autorijden draagt bij aan het broeikaseffect. Stront ook. Als je nu een auto op stront laat rijden, dan sla je twee vliegen in één klap. Of niet dan? Ja, ik heb ooit vroeger op tv gezien. Daar kun je leuke dingen mee doen. Wat kun je met kunstmest doen dan? Ja, volgens mijn kuiver ontploft dat. Met? Volgens mijn kuiver kan dat ontploffen. Mijn kuiver? Mijn kuiver? Okay. Ja. Oh ja. Hey. Geen tijd ervoor? Jawel. En niks meer nodig. En diesel, daar kom ik voor bij jou. Zo doen wij dat. Niet lullen, maar poetsen. Piwi, Petertje en René weten wel raad met dat broeikas kunstmest. Echt wel. Ja. We gaan niks doen. Ja. Ah, diesel nodig voor zijn vriend van de stad zonder diesel. Je moet even... Ja, want de auto doet het niet goed. Nou, je moet het wel in de kast zetten, hè? In de kast? Ja. Een speciale kast. Speciaal voor de diesel. Nee, jullie zijn niet van plan. Alsof wij ooit gekke dingen uithalen. Die vriend die staat niet zonder diesel. Die komt hier geen diesel halen. Dan haalt hij wel bij de pomp. Nee, er is niks aan de hand. Er is niks aan de hand. Wij gaan wel ergens anders toe, moeder. Ja. Houdoe. Op naar de boerderij van Piwi Jeroen. Hoi, hey, daar is de Mark. Hey, slaap dan. Hey, kom maar jongen, rustig aan. Niet te gek, hè? Nou joh, maat. Hallo. Hey. Hey, manneke. Zullen we aan de gang gaan? Ja, leuk. Nou, kom op dan. Oké. Hallo, allemaal staan joh, maakt niet uit. Stop vanzelf. Rijden op poep. Hoe doen we een piwi dan? Deze maken vast in een auto. Komt daar de mestwagen. Die kon hem ook afvullen. Doen we de barbecue aan eronder. Kolen we erin. Goed warm stoken. En dan de slang van die van, dan, van daar naar de auto toe. Deze slang naar de auto toe en rijden. Zijn de lights goed? Het zou 15 jas zijn, kilo. Ja. Ik heb wel wat benzine bij, hè? Wat makkelijk gras tegen. I've seen trouble all my day. Goed zo. Daar hebben we de vrouw van Mark en hun pasgeboren piwi. Die zijn vast geïnteresseerd in de noeste arbeid die de man des huizes verzet. Wat zijn jullie aan het doen? Aan het werk. Ja, dan ga je nou wel poepluiers over, of niet? Nee, nog niet vandaag. Hoezo? Wat ben je aan het doen dan? We gaan op stront rijden. Dat meen je niet. Ja, natuurlijk. Ach, godverdamme. Ja, wat dacht je van de benzineprijs al tegenwoordig? Ja. Dat is nou biologisch verantwoord ook. We zitten alleen nog op het stront te wachten. Ja, en we moeten de slang afsluiten. Dat is het belangrijkste nou nog. Hoe ver is die met zijn poeplaaier? Nou, blijf maar mooi van de kleine af, want als je maar wel op tijd thuis bent. Hoe laat moet hij thuis zijn? 6 uur de fles. Ja, het gewoon, Mark. Ja, ja, ik hoor het bij jou.
meteen al spullen en al. Hey, kijk op dit idee, want ik wou niet zo blazen die ikken. Ja, dan wil ik ook wel kijken. Oh, wat een mooi tijd, jongen. Als moeder zal weer blij zijn. Goed vol. Vol, hoppakee. Een ding erop. Maar doen we hem dan niet de plek maken? Of? Ja, we doen hem daar wel neerzetten. We doen het ook wel gewoon veilig. Daar neerzetten, die diesel dinges mee. Ja, diesel mee. Dan gaan we hier wel een beetje veilig plekje. Ja, ik gooi hem in het midden. Zo, puntje omhoog. Ja, en dat is goed. Dat moet goed zijn. Dat moet goed zijn. Wacht, hè. Weg bij dat broeikas kunstmest. Hoe doet een piwi dat? En wat vind jij? Kunstmest! Waar je er allemaal niet mee kunt, je? Wildberry, waar heel wat verhalen over gaan, is onze vrachtwagen piwi en moet helemaal niks hebben van strontrijden. Als trucker is deze piwi altijd op de weg en dus gaan we vandaag file rijden op zijn piwi's. Ja, ik als vrachtwagenchauffeur kom veel files, vooral s'morgens, s'avonds. Het is gewoon een grote teringbende hier op de weg. We gaan nu deze bus helemaal strippen, starten. Dan gaan we mensen helpen in de file. Gaan we file korter maken en voor een paar mensen maken we het file een stuk gezellig. Dit is de grote Piwi Partybus. Op naar de files. Kom hier maar. Ze zijn wel naar voren, hè? En zo treffen we de legendarische Vlammetje. Een ras-echte Piwi die altijd klaar voor actie is. Handrem! Nou, bus is vol. We gaan er vandoor. Kunstmest kan dus echt ontploffen, maar het plan van Jeroen en Mark is niks minder groots. En moeilijk doen past niet bij een piwi. Dus hoe sluiten we een gierwagen aan op een carburateur? Zo, je sluit over hoed, klaar. Oh, je hebt hier een bel. Hij is hier verweldigd, hij zat te slecht. Als ik het niet weet, tireripjes en kit. Oh nee, dit is tape, hè? Duct tape en kit. Spiegel naar tukje in het verkeer. Daar ben ik er niet zo goed in, hè? Mijn rondje en mijn gaatjes van. Nee, deze wel, zijn we dan wel, hè? Dat ging goed, hè? Huppakee, klaar, die zit. En zo doen we dat met alles. Dat is de Piwi Way of Life. Hey, ik heb die diepvries voor jou geplunderd. Wat heb je gevonden? Laat nog wat spijtjes in. Oh, dat is lekker. Ga een neusje eraf halen, ik kan lang zien. Ja, hoeveel heb je er dan? Ja. Hou hem nog terug. Proost, op onze mestwagen. En nu is het wachten op mooie, schone biobrandstof. Ook wel stront. Ja, voor wie was deze eigenlijk? Voor je zusje? Ja, voor mijn moeder van vroeger. Een fly opblazen mag dan wel kennen, maar wil kunstmest een beetje serieuze springstof worden, moeten er drastische maatregelen komen. Dat bedoel ik. Daar kunnen we leuke dingen mee gaan doen. En een piwi zou geen piwi zijn als hij zoiets praktisch ook niet op een wagen zou willen proberen. Ja, en nou wat? Zijn we nou? Ja, nou zit het erop? We hebben nog één ding over, hè? Ja, wat dan? Wat denk jij? Wat denk jij zelf?
Terwijl de piwis het broeikasprobleem oplossen, loopt ons mam op de sloperij de rotzooi op te ruimen. Ik ben degene die het opruimt, ja. Daar hebben ze allemaal geen tijd voor, hè? Maar iedereen heeft zijn hobby en iedere hobby heeft natuurlijk wel weer nadelen. En vooral als je dus motorisch bezig bent. Dus voor het milieu is het niet goed. Maar ja, voor de andere kant, je moet ook iets te doen hebben. De koeien mogen ook al niet meer buiten. Ook al zoiets kunstmest en nou ja, hier. Vroeger rook je het hier, hè? Als hier de boeren bezig waren. En dat is tegenwoordig ook niet meer. Daar hebben ze ook alweer iets op gevonden. Dus ja, want als je dan die schoorstenen overal ziet. Ja, dan denk ik van ja, maar dat is dan. Ja, dat is groot. Ik denk dat we het ook veel groter aan moeten pakken. Niet alleen alles maar op die auto. Maar ze zijn gelukkig van de weg, zeg ik altijd. Hè? Laat maar komen, denk hè? Je kunt die tractor ook op stroom laten rijden, of niet? Hé, hey, ben jij op tijd? Middag. Hey. Ik kom op stroom brengen. Maar goed, maar voor de helft vol, denk ik niet? Ja, dat is goed. Ja, dat doen we dan. Lukt jou dan? Dat gaan we doen. De schone biobrandstof is daar. Duizenden liters onvervalste koeienstront. Ja, kom maar. Vol tanken maar en je hoeft alleen nog maar te zorgen dat het op de juiste plek terecht komt. Oh, oh. Noem je stront aan de knikken, man. Dat is goeie shit. Auw. Tot de volgende keer, hè? Goed. Als het werkt, dan bellen we. Doen we. Ja, dan ga je gauw pijpje, dat weet ik zo. Ja. Hey Mary, we blijven de file nou. Hey. Zijn we daar veel te snel thuis, hè? Ja, de files komen zo wel. Daar zijn we niet bang voor. Desnoods rijden we door tot Amsterdam. Files hebben we. De pibies bouwen een feestje. Het is maar goed dat zij niet achter het stuur zitten. Ja, ik ben blij dat ik met de bus mee kan. Ja. Veilig thuis, hè? Zeker veilig thuis. Zo, Piwi Vlammetje is thuis. Wij zijn zover. Nog even checken of alles klopt. Hier tegen de auto, hebben we bevestigd. Check. Slang naar motor. Ja, check. Check. Barbecue niet vergeten om mes op te warmen. Ja, start en gaan. Start en gaan. Ja, nodig is over. Dan nu het grote moment. Rijden op stront. Ken hè? Hey, even checken. Mike. Zeg nooit nooit tegen een peewee. Ha ha!
dekje bij. Moet je door het raam insteken, denk ik. Verder tot de deur. Lekker en Andy. Blijf er anders bij zitten. Ja, maar niet. Niet echt gezegd, James Bond. Zou ik nog kunnen gebruiken op de weg? Ik hoop het niet. Zullen we het testen nog? Dat hij nog loopt? Ja. Hey, nou, we kunnen gewoon weg. Heb jij nou een goede wagen? Komt ons paal of niet? Kunstmesters dynamiet, dat gaat niet werken. Niet voor de Piwi. Als je alle kunstmesters de wereld op zou blazen, zou je een krater hebben de grootte van de provincie Oeruzgan. Zou je 1,8 miljard teddyberen de lucht in krijgen en minstens zoveel taartjes. En bedankt. De hele Bruegels effect zou slechts met 0,000001% worden verminderd. Niet echt van de nuttigheid dus. Wel lachen. In de hele wereld zijn meer dan 100 miljoen koeien. Dat is heel veel poep. Daar kunnen dus giga veel wagens op rijden. En daarom kennen we hiermee de hoeveelheid Bruegels significant verminderen. Dat noem ik zinnig. Dus, de hele wereld moet maar op stront gaan rijden. Opgelost de hele Bruegels effect. Zo doen we dat. Maar dan zijn we er nog niet. Wij Piwi's zeggen dit. Niks is bewezen. Tot je de week en eisen. Ik ben er bij snel, zie je achteruit draaien, Sjafies. Maar de pist is trots. Klauwen de start. En daar valt het startschot en daar zijn ze weg. De strontwagen tegen de achteruitrijdende wagens. Oh, en het gat is er meteen al enorm. De strontwagen doet nog zijn best om erbij te komen. Maar de achteruitrijdende wagens zijn toch beduidend sneller. Dan zit er maar één ding op en dat is gewoon botsen. Kapot, ken het altijd. Ach, laat ook maar. Weet je wat we doen? We maken nog wat cirkels in het gras. Dat mensen denken dat er unidentified flying objects in Brabant geland zijn. Tijd voor het feestje dat Pee-wee Mark geeft om de geboorte van zijn kleine Pee-wee Wesley te vieren. Slapen hè, vanavond. Ja, als jij niet zoveel lawaai maakt, papa buiten. Hm? Oh nee. Het is gewoon een gezellig feestje niet meer. Ja, maar niet te laat. Want dan word ik alleen maar boos van, zegt. Ja. Ik zeg papa zeggen, je moet wat rustiger zijn. Een paar jaartjes kun je meefeesten, schat. Hè? Nee hoor. Lekker slapen, wat rusten. Wel even rusten verdrekken. Komt goed. Claudia, je bent met een Pee-wee getrouwd. Wat denkt er nou? Ik kan toch niet zomaar een feest op. Het is nu klaar. Ja, maar ja. Al die mensen dan. Je zoekt het maar uit. Het is nu afgelopen. Afgelopen!
uit, wacht maar. Goed hoor, dan maar op zijn piwis. Kleine Wesley hier gelukkig van wordt. Goed, duidelijk is het wel. Zo is de Peewee. Hier gaat alles op onze manier. Dat is de Peewee way of life. Of zoals een echte Peewee het zegt, met zijn eigen mooie woorden. Afgelopen is afgelopen.